Het is een paar weken geleden dat we hier vanuit de kerk een man hebben begraven die eigenlijk geen familie meer had. Ja, alleen nog een moeder, maar die kon niet komen. En we zijn toen als gemeente om deze meneer heen gaan staan. We hebben hem uitgeleide gedaan alsof we familie waren. En ik vond dat heel ontroerend. Dat we met z'n allen deden alsof we zijn broer, zijn zus waren. Dat zijn we ook wel in Christus. Maar natuurlijk niet echt. Het liep ook iets anders dan een gewone begrafenis. Soms herkennen mensen dingen uit een geschiedenis, beginnen te lachen of een gekkigheid of wat dan ook. Dat was er niet, maar we waren er toch en we stonden allemaal om zijn graf. Ik had nog meer mensen kunnen uitnodigen, maar dat mocht niet vanwege de coronacrisis. En we hadden er wel met 30 mensen kunnen staan. En toen ik dat zo zag, toen moest ik ineens denken aan die eerste gemeente. In Handelingen 2 wordt geschreven over die gemeente, Handelingen 4 ook. En ik zal je een klein stukje voorlezen. De groep mensen die het geloof hadden aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde hen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond had of een huis bezat, moet je nagaan, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. En dan wordt er bijvoorbeeld Jozef genoemd, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Toen dacht ik, ja, daar zijn ze, familie. Daar moesten ze ook familie zijn, want als je christen werd en uit de Joodse gemeenschap werd gegooid, dan wilde de familie ook eigenlijk niks meer met je te maken hebben. Dan was het enige wat je nog had, de familie van de kerk. De mensen die jou, als je eenmaal zou overlijden, uitgeleide zouden doen en zouden begraven. En toen zat ik me te bedenken, stel je voor dat je in zo'n situatie zit, zo'n context. Hoe zou je dan naar de woorden van God luisteren, de woorden van Jezus, woorden die juist maken dat de mensen om je heen jouw broers en zussen zijn? Ik denk dat die context maakt dat je daar op een hele andere manier naar luistert dan wij die op zondag even binnenkomen en dan weer teruggaan naar onze eigen plek en misschien wel naar onze eigen familie.